De losse kiwis van Boni Selection die u nu bij Kolruit vindt, komen rechtstreeks uit Nieuw-Zeeland, het land bij uitstek. De omstandigheden aan de Bay of Plenty, pal aan de kust van het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland, zijn ideaal om er mooie, grote kiwis te telen met veel vruchtvlees. De ondergrond aan de baai is heel vochtig, wat de kiwis lekker sappig maakt. En het subtropisch klimaat met zonovergoten dagen en koele nachten geeft ze een verkwikkend zoetzure smaak. De losse kiwis van Bony Selection zijn bovendien biologisch geteeld. Alle kiwitelers waarmee we samenwerken moeten een biocertificaat voorleggen. Dat garandeert dat hun teeltwijze voldoet aan alle eisen van het lastenboek voor biologische teelt. Ze gebruiken bijvoorbeeld geen kunstmest of chemische pesticiden, composteren het snoeiafval en verwerken het weer in de grond enzovoort. Daarvoor staan deze biostickertjes. Traditioneel start de pluk rond half april. De telers oogsten de kiwis terwijl ze nog hard zijn en leggen ze voorzichtig in een linnen schort. Het fruit wordt daarna verpakt en meteen opgeslagen in koelruimtes om vandaar te worden verscheept. Zowel in de koelplaatsen als op de boot blijft de temperatuur constant op 0 graden Celsius en de vochtigheidsgraad op 95 procent. Zo blijven de kiwis vers en hard tot in uw koolruitwinkel. Kiwis zijn rijk aan vezels en vitamine C. Bewaar ze in de koelkast, dan blijven ze nog maximaal 14 dagen goed. Op kamertemperatuur kan u ze 3 tot 5 dagen bewaren. Kiwis zijn ideaal om te gebruiken in desserten. Snij bijvoorbeeld heel fijne schijfjes van een kiwi en verdeel die mooi over de rand van een bord. Snij daarna een mango in dobbelsteentjes, leg die in het midden van het bord en besprenkel met wat frambozekoelie. Serveer er tenslotte een bolletje ijs bij. Of schep bolletjes uit een kiwi met een meloenlepel, bijvoorbeeld als leuke toets in uw fruitsalade. Houdt u van zoet? Snijd dan dikke schijven van een kiwi, prik ze op een stokje en dompel ze in gesmolten melkchocolade of pure chocolade. Of geef met schijfjes kiwi een mooi effect aan een smoothie, duw ze op de rand van een glas en giet er bijvoorbeeld aardbeien smoothie bij. Lekker origineel. Op onze website Lekker Koken vindt u nog heel wat inspirerende recepten met kiwi. Ideaal om nieuwe manieren te ontdekken om ze te gebruiken in de keuken.